Eigenlijk misschien een schone om mee af te ronden. Wat ik heel opmerkelijk vind, is dat iemand die op een jonge leeftijd twee zussen verloren heeft, redelijk vroeg een vader, zit jij iemand die waanzinnig positief in het leven staat. Terwijl dat ik mij best had kunnen inbeelden dat jij iemand waard dat zo'n hele kwaaie punkgroep had gehad. Of iemand die heel donkere, depressieve muziek heeft gemaakt. En dat blijkt toch absoluut niet in uw aard te zitten. Nee, maar ik weet dat niet, hoe dat komt. Ik heb echt mijn plan moeten trekken vroeger. Dat is zeker... En dan zo mijn twee zussen, die er op 3 jaar tijd allebei aan waanzinnig stomme accidenten. Waarom ben ik positief? Omdat ik er wel in geloof, zeker, dat er nog iets is na het leven hier. Ja? Ja. Als ik dat niet doe, dan moet ik donker worden. Ja. Ik hoop dat er na het leven hier ons nog van alles te wachten staat. Rijstpap met gauwlepeltjes. Oh god, laten we hopen van niet. Ik hoop echt wel dat als er een hiernamaals is, dat het meer fantasie is dan hetgeen dat de katholieke roze-olifanten. Dat op zijn minst, vind ik. Op zijn minst. Of gewoon dat je zo wat rondfladdert en gewoon het wat uithangt af en toe en zo. Allee, ja. We bedoelden dan mee het gewoon wat uithangen af en toe. Ja, zo af en toe zo de mensen een keer komen. Zo'n klein beetje dappen. Zouden dat willen doen? Zouden jij zo iemand willen zijn dat zegt van... Nee. Bah, kom die zo'n tafel eens verschuiven in het midden van de nacht. Die zien me dat geeft. Ah, het zijn er toch een paar die ik zo nog een keer... Nee. Oh, dat is heel interessant. Ik zou bijna willen vragen wie, maar nee, dat kon ik u niet aandoen. Ik kan u gewoon... Nee. Goh, ik weet wat je bedoelt. Oké, je hebt van alles meegemaakt en uiteindelijk je staan zingen jaren een stuk over verdraagzaam zijn en vrolijk en happy. Ik ben niet altijd happy. Er zit zeker een rugzakje met verdriet dat niet verteerd geraakt. Dat zit daar. Dat zit daar elke dag. En er is altijd wel een momentje dat je denkt... Maar de andere kant van mij overheerst. En dat is geloven in elkaar en in... Ja... We hebben het eigenlijk nog wel goed. Hè. Ja. Er zijn nog andere verhalen. Ik denk dat ik op mijn pootjes terechtgekomen ben. Dankzij K3, dankzij mijn man, die ongelooflijk positief ook is en er altijd is voor mij. En ik geniet nu. Christel Verbeke, jij doet mij bijna hopen dat er een hiernamaals is. Jij mocht van mij wel eens mee op mijn roze olifant. Oh, dat is kei tof. Zeg maar zeker dat ik dood ga en jij zit er met een roze olifant, dan zal ik kei blij zijn dat jij er zit. Ik ben ook heel kei blij dat jij hier zit komen zitten. Merci. Christel Verbeke, super hard bedankt. Tot in de bocht, hè. Tot in de bocht. The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ik zit hier aan je voor de zon. Als het ergens over moet gaan. Zijn de beste. Naar de feest. Rivers of Kum. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.